Bastian, hier is een val kolikeet. Iets hier gewaaien, wat gaan aan? Wel, die is nou eindelijk wat ons noem die fairy circles. Wacht, ja. Ek het al in Kahoekeland van hulle gesien, maar ek het nie besef hulle so, so baie van hulle. Wacht, ek kan sien, hier is een hele paar nou. Ja, ooral waar ons kyk, ja. Mense, stry moes een bykie oor hoe hulle ontstaan het. Ontstaan het, wat is jou, ja. Wat is jou weergawe? Miljoene jare terug was ons een groot man daarbo, ja, so hartseer oor wat hy gesien het, oor wat sy mense doen. So het sy hartseer het en nou maar bykie begin tranen stort. En daar waar die tranen nog geland het, is waar geen gras nog weer groei nie. Maar dat is maar net wat ik van my kant af sê. Ek hou van die story. Okay. Maar die andere story is ons nou dat het of mieren is of is iets met die gras. 4, 5 jaar terug het hulle eindelijk hier op die Namibrand Nature Reserve heel eerste Fairy Circle Symposium gehad. 28, 29 verschillende wetenschappelijkers en zo van ooral. Na 3 dagen van die symposium kon niemand nog met een antwoord opkomen. So, dat is het die grootmanse tranen? Ik denk dat moet maar net wees. Ja. Ah, hier is nog één, daar is nog één, daar is nog één. Dit is een magische omgeving hier op die rand van die Namibwoestijn. Ik stap slechts één dag van die makkelijke route, wat maar 22 kilometer lang oor 3 dagen is. Sebastian, die duine is so mooi en rooi. Het so pikkie my kuite getoets. Ja, dat is wat ons hier noem, the desert gym. Maar weet je wat ek nogal so ver van die toktokkie wel geniet is? Ja. Weet, het is nie een of ander uithou type stap waar jy moeg by die kamp aankom nie. Het is eindelijk baie rustig, nee? Kijk, hier stap ek met een lichte rugzak. So eindelijk kan enig iemand het kom doen. Want die oudste persoon wat ik al gehad het op die trail, ja. 75. 85. Soms geniet dit het meer als wat hulle dit doen. Sê hulle, man, maar hoe lang doen je dit nou? Ja. Sê ek, nee, is nou amper vir 10 jaar. Het lijkt dan alsof je dit de eerste keer doet en je geniet het zo. En ik zeg, ja, dat is die woestijn of natuur voor jou. Ja, ja. Net zo, nee. Ja. Sebastian is een kundige en passievolle gids. Dit is ook een exclusieve ervaring met slechts 2 tot 8 gasten wat op een slag kan bespreken. Hij is klein. Misschien kan je zo uitkomen, Stefan.